zee. Waarom is het nu het IJsselmeer geworden? De afsluitdijk. Ja. 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 De afsluitdijk is vandaag best wel een relevant thema in de dingen die ik nu wil vertellen. Ik wil vandaag in ieder geval vis begraven. Het is een belangrijke zorg die ik hier in mijn handen heb. Ik weet niet wie je ze herkent. Nee, die ene is heel lekker. Ja, die wel. Ja, nou, één van de twee. Beetje modderen. Is er een paling? Denkt u dat? Wat denk ik toch? Oké. Deze? Maar het zal wel toch? Nee. Ik heb dat begrepen. Daarom heb je ook een bakboordpotter en een stuurboordpotter. Want dat had te maken namelijk, en Marcel weet het waarom nu, omdat als je over deze boeg vaart met je grootzaal, dan moet je daar je opening hebben naar beneden. Want anders stoot je elke keer, als je eruit komt, stoot je je hoofd tegen de paal op. Dus je had de bakboord en de stuurboordbotten. Afhankelijk van waar ze met z'n tweeën varen. Die varen dus ook altijd met werk. De Friese koeling.